Hoe werkt de bediening van de Opel Ampere E? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een open systeem of met uitleg over een open model zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je ons kanaal voor het eerst. Vergeet hem niet om abonnee te worden, zodat je als allereerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, dit is hem dan, de Opel Ampere E, de volledig elektrische auto van Opel. Met een 60 kW accu kan je tot maximaal 420 km rijden op een volle accu. Nou, in deze video gaan we dus uitleg geven hoe de bediening van deze Opel Ampere E werkt en waar elk knopje voor is in het dashboard. Ook laten we de verschillen zien tussen de business uitvoering en de business executive uitvoering. Nou, dan begin ik de uitleg om eerst de auto even te starten. Dat doen we dus als volgt. De auto is voorzien van een keyless entry systeem. Over dit sleutelsysteem hebben we uiteraard ook nog een andere video gemaakt. Die zal ik hierboven ook even linken, zodat je in alle rust kan bekijken. Je kan hiermee uiteraard de auto open en dicht doen. Je kan deze onderste knop is om de oplaadstekker eruit te halen. En rechtsboven daar kun je de auto uiteraard nog mee voorverwarmen. Nou, als we de auto starten, dan zit hier aan de rechterkant een knop. Die drukken we in. En dan zien we daar rechtsonder, ik hoop dat je goed gezien, daar zien we daar staan ready en dan staat hij in de P. Nou, dat betekent dat de auto nu is gestart. Nou, dan begin ik aan links achter het stuur. Dat is eigenlijk allemaal voor de verlichting. De linkerknop, als ik die indruk, kan ik hiermee de binnenverlichting wat dimmen of wat feller doen. De buitenverlichting kan ik gewoon mooi op automatisch laten staan. Deze auto is voorzien van xenonverlichting. Dus dan regelt hij het helemaal zelf. Ik kan eventueel hier nog mee op dagrijverlichting. Kan ik hem hier nog zetten of op dimlicht. Maar automatisch regelt hij dus helemaal zelf. En de mistlamp aan de achterkant. Die kan ik hiermee aanzetten. En de rechterkant kan ik hiermee de lampen ook in hoogte instellen. Waarbij 0 de stand is. Waar die eigenlijk normaal op staat. Mocht je met meerdere personen in de auto zitten of heel zwaar beladen zijn, dan kun je deze uiteraard op nog 2 of op 3 zetten, worden de lampen wat naar beneden zijn gesteld. Aan de linkerkant van de deur, daarmee kan ik hier ook de spiegels mee instellen. Dan kan ik hier ingeven of ik de linker of de rechter spiegel wil verstellen. En dan kan ik hier uiteraard mee de spiegel mee instellen. Deze knop die hieronder zit aan de linkerkant, daarmee kan ik ook de vergrendeling aanzetten voor de ramen achter. Daar kunnen bijvoorbeeld kleinkinderen, die kunnen uiteraard de ramen nog niet bedienen. En hier kan ik alle ramen zelf mee bedienen. En er zit hier aan de rechterkant nog een knop en daarmee kan ik zorgen dat de spiegels automatisch worden ingeklapt. De deurvergrendeling zit aan de linkerkant, net boven de deurgreep. Daar kan ik de deuren mee open of dicht doen. Nou, dan gaan we bij het stuur kijken. Bij de linkerkant kan ik hiermee de richtingaanwijzer aan of uitzetten. Als je een klein tikje doet, gaat hij 3 keer. En de grote tik gaat hij constant. Deze knop A, daarmee kan ik ook nog de automatische verlichting. Hè. Ik had net verteld dat de auto voorzien is van xenonverlichting. Daar kan ik deze uiteraard nog mee automatisch zetten. Nou zit hier aan de achterkant ook nog een knop die je in kunt drukken. En dat is dat hij dus gaat afremmen op de elektromotor. En daarmee win je weer energie op in de batterij. Nou, als we links van het stuur gaan kijken, dan kunnen we hiermee de cruise control mee instellen. Dit is de knop waar hij eigenlijk mee op standby gaat. En als ik hier op set druk, dan staat hij dus op de cruise control. Hiermee gaat hij weer mee af. En hiermee kan ik uiteraard nog harder of zachter de snelheid in mee instellen. De botswaarschuwing, die kan ik dus met de middelste knop mee instellen. Collision alert, zoals het in Engeland dan ook heet. Standaard staat hij op 2, ik kan hem op 3 instellen, 2 of uiteraard op 1. En de auto zal dus een waarschuwing geven als bijvoorbeeld een voorligger de remstaring zit bijvoorbeeld net even niet op te letten. Dan zit hier nog de knop om de stuurwielverwarming aan of uit te zetten. Dat is natuurlijk ideaal hè, wanneer deze auto dus start, 's morgens en het is koud. Je kunt hem natuurlijk al voorverwarmen, dat is natuurlijk helemaal ideaal. Zodat je binnen no time het weer lekker warm krijgt in de auto. Nou, dat is natuurlijk ook weer ten gunste van de batterij van de auto. He, dus wanneer je niet de kachel vol openzet, maar nu de stoel en stuurverwarming aanzet, zul je zien dat je ook weer meer kilometers kunt rijden. En rechtsonder, daar zit nog de begrenzer. Die kan ik dus instellen als ik zeg van ik wil bijvoorbeeld niet harder rijden dan 30 km per uur. Kan ik deze instellen en dan rijdt de auto ook niet harder dan 30 km per uur. Nou, aan de rechterkant kan ik hiermee de telefoon ook ophangen of de spraakbediening mee aan of uitzetten en hiermee kan ik ook nog door het menu heen of op de knop bevestigen. En aan de achterkant zitten er nog 2 knopjes en dat is voor harder en zachter van het audiosysteem. En als we het display gaan kijken die het achter het stuurwiel zit, dan kunnen we hier aan de linkerkant zien hoeveel kilometers ik nog kan rijden op deze batterij.
Hij geeft een maximaal aan en een minimaal. En dit is dus hoeveel kilometers je dus kan rijden. Nou, dat wil natuurlijk zeggen, ja, rij je natuurlijk wat zuiniger, zal je dus uiteraard wat omhoog lopen. Ja, trap je het stroompedaal wat harder in, dan zul je zien dat het ook wat sneller afloopt. Linksonder geeft hij aan hoeveel kilometers deze auto heeft gereden. En linksboven nog dat de verlichting aanstaat. En aan de rechterkant hier, dan zien we hoeveel kilowatt we momenteel verbruiken. En daarin zie je ook, dus als je rijdt en je wil op een gegeven moment, je komt bijvoorbeeld bij een stoplicht of bij een kruispunt aan en je laat het stroompedaal los, dat die gaat regenereren, dus dat er weer stroom terugwint in de batterij. Nou, in het midden zien we hier hoe hard we rijden. Dit witte symbooltje, dat is eigenlijk ook voor de cruise control die ik net uitgelegd heb. Dat hij dus op standby staat en hier zien we nog de dagteller en wat het verbruik is. Nou, via deze knoppen kan ik uiteraard ook nog andere informatie kan ik dan ook zien. Ik kan ook zien hoe de audio kan ik dan ook bekijken. Een telefoontje dat van kleur ook veranderd wordt. Of andere indeling die ik dan kan zien. En de opties. Kun je eigenlijk je eigen persoonlijke instelling kun je daar eigenlijk allemaal in kwijt. Nou, daar zijn we nu aanbeland bij het infotainment systeem van deze auto. En die is natuurlijk enorm groot. Heel makkelijk overzichtelijk. Zit op een hele makkelijke plek. En alles is mooi heel duidelijk. Dit systeem is niet voorzien van een vast navigatiesysteem. Maar je kunt uiteraard wel de mogelijkheid tot Apple CarPlay en het auto doen. Zodat je via je telefoon kunt navigeren. Het mooie daarvan is dat hij ook altijd up-to-date blijft. Je hebt er uiteraard wel data voor nodig. Ik zal hier bovenin uiteraard ook even een link toesturen. Zodat je ook de informatie kan zien over Apple CarPlay en Android Auto. En mocht je daar niet uitkomen, dan helpen we je uiteraard graag. Linksboven zijn hier een aantal sneltoetsen waar je naartoe kan. Als je op het huisje drukt, het eerste knopje, kom je eigenlijk al hier op de homepage kom je uit. Nou, hier staan momenteel mijn muziekinformatie met de Apple CarPlay die verbonden is. Als ik een USB heb aangesloten, dat geeft hij hier nog de informatie aan. En hier geeft hij informatie aan over mijn stroomverbruik. Nou, het tweede knopje, het symbooltje is nog niet helemaal duidelijk zie ik. Maar het tweede knopje wat je in kan drukken, daarmee kom ik op de apps kom ik eruit. Audio kom ik bij de radiogevers kom ik uit. Telefoon, je kunt dus deze met via de Bluetooth ook koppelen. Nou, in dit geval is Apple CarPlay is die geconnect. Maar als je Android Auto gebruikt, dan komt die Android Auto te staan. De instellingen van de auto. Je kan een galerie doen met eigen foto's die je er graag op wilt hebben. En OnStar. Nou is het zo dat OnStar stopt op 31/12/2020. En daarna kun je het eigenlijk niet meer gebruiken. En OnStar is een systeem waarbij je eigenlijk contact op kan nemen met de helpdesk. En die je uiteraard vragen kunt beantwoorden. Eventueel als je met een lekke band staat. Of pech onderweg. Of dat je een ongeluk hebt gehad. Ja, we hopen natuurlijk niet. Maar dan kan OnStar je helpen. Nou, het derde knopje, daar kom je eigenlijk bij je muziek kom je dan uit. Nou, wat ik zeg, ik heb nu mijn telefoon gekoppeld. Maar ik kan uiteraard ook heel makkelijk hier ook de radiogegevens kan ik ook zien. De zenders die ik graag luister, kan je allemaal heel mooi hier in het overzicht ook bekijken. En de meest rechtse knop, dus de 4 inderdaad, daar kan ik uiteraard het geluid van de auto ook uitzetten. Je moet je natuurlijk ook zo ook voorstellen wanneer je bijvoorbeeld door een straat rijdt langzaam en er lopen voetgangers. Ja, die hoor je natuurlijk niet aankomen als je in de rug aankomt. En daarbij kun je dus dit geluid aanzetten. Het staat standaard aan, maar als je op deze knop drukt, dan kun je hier uiteraard het systeem ook aan of uitzetten. En wanneer ik dit uitzet en op oké druk, ja, dan zal de auto dus minder geluid maken. Nou, verder is aan de rechterkant zien we hier nog de tijd en de buitentemperatuur. En dan komen we hier onderin. Links onderin, daarmee kan je de stoelverwarming ook instellen. En daar is aan de rechterkant, is dat voor de passagierskant. Stoelverwarming heeft die uiteraard standaard. De luxere uitvoering, de business executive uitvoering, die heeft ook nog stoelverwarming voor de achterbank. Nou, dan zijn we nu bij de knoppenland die ik zelf ook heel interessant vind. Dus dat is de knop met energie erop. Als we daarop klikken, dan zien we hier de 4 mogelijkheden die het systeem dan ook biedt. Ten eerste stroom. Daar kan ik dus zien wat momenteel ook het stroomverbruik is. En hoeveel er nog in de batterij zit. De batterij kun je heel mooi zien. Die zit dus hier in de onderkant van de auto. In de bodemplaat. Het laden. Kan ik dus instellen dat hij dus gelijk gaat laden. Of dat ik dus in ga stellen dat hij bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd vol is. Dus stel voor dat ik elke morgen om 7 uur moet vertrekken. Ja, dan kan ik dus instellen dat de auto dus om 7 uur vol is. Het mooie daarvan is dat hij ook dan het goedkopere nachttarief pakt. Nou, wanneer ik dat ingesteld kan ik uiteraard deze ook nog tijdelijk negeren. Of ik kan hier ook de gewenste oplaadniveau bekijken. Nou, de derde knop is de informatieknop. Daarmee kan ik ook dus zien wat het verbruik er is. En ik kan hem hier ook uiteraard mee resetten. Nou, en als we geen verder gaan, dan zien we hier ook wat grootverbruikers in principe eigenlijk zijn. Dus dat kun je hier heel mooi in de gaten allemaal houden. En als we nog een verder gaan, dan zien we hier nog wat informatie over de rijtechniek, terrein, klimaatinstelling en buitentemperatuur. Wat een beetje de invloed heeft op de actieradius van de accu. Nou, allemaal erg handige informatie. En het is ook erg leuk om dat een keer te bekijken.
En de laatste knop zijn is ook de oplaadopties. Daarmee kan ik ook verschillende instellingen kan ik hier ook wijzigen. En dan kan ik hier zo met mijn vinger, kan ik hier zo door het menu heen. Ik kan bijvoorbeeld ook een instelling dat wanneer de laadstatus, hè, dus dat die gaat laden, dat je een klaksonsignaal hoort, kan ik aan of uitzetten. En ook kan ik instellen dat ik bijvoorbeeld nog maar 2% van mijn batterij nodig over heb, dat de radio dan uitgaat. Om zo weer wat te besparen. Zo kun je allemaal hier instellingen dus in kwijt. Nou, als we verder gaan kijken, dan zien we hier ook nog de informatie over het kachelsysteem. Ik kan die hiermee aan of uitzetten. Hij staat nu op automatisch. En de verwarming staat dus nu ook aan. En de airconditioning kan ik hier ook nog mee aanzetten. En hier zie ik ook nog de binnentemperatuur die ik dus kan instellen via de knop hieronder. Dus stel voor als je wat warmer of wat kouder wilt, kun je het hier heel makkelijk mee instellen. Automatisch regelt u het helemaal zelf, maar ik kan uiteraard ook hiermee handmatig instellingen zeggen van ik wil bijvoorbeeld alleen de lucht bij de voeten vandaan hebben, of bovenaf, of bij het voorraam, kan ik hier al makkelijk instellen. Hier hebben wij ook een video van gemaakt, niet van dit systeem, maar wel van een verschil tussen een airconditioning en een klimaatcontrole. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook kunt bekijken en daar ook informatie van kan opdoen. Nou, aan de linkerkant kan ik hier nog harder en zachter van het audiosysteem doen. Ik kan hier de zenders kan ik hiermee opzoeken. En hiermee op home kan ik dus ook weer altijd weer naar het hoofdmenu. Nou, zoals ik al zei, heeft deze auto dus de mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. Wanneer ik dus Apple CarPlay in dit geval aanzet, zie je hier het icoontje zie ik hier dus veranderen. En hiermee geeft hij een heel mooi groot overzicht van Apple CarPlay met alle apps die ik allemaal kan gebruiken. Nou, ik heb het in een andere video heb ik allemaal al doorgenomen. Mocht je daar nog een keer aan willen kijken, dan kun je uiteraard op zoeken op ons YouTube kanaal. Of je kan hem hierboven uiteraard even aanklikken, zodat je die ook in andere dus kan bekijken. Bij Apple CarPlay is het dus zo dat hij automatisch eigenlijk dit al overneemt. Bij Android Auto zal de app eerst geïnstalleerd moeten worden. En ook daarin hebben wij een video gemaakt om uitleg erover te geven. Zodat je dit makkelijk ook zelf kan doen. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken. Nou, als we hieronder gaan kijken, dan zien we hier nog de alarmlichten die ik hiermee aan en uit kan zetten. Ik kan ook nog de sportknop aanzetten. Dan reageert hij nog een wat feller. En heeft nog wat meer sportieve eigenschappen. De traction control kan ik hier nog mee uitzetten. En hiermee nog de parkeersensoren. En dit is de lane keep assist, dus dat hij mooi binnen de lijntjes ook blijft. Nou, er bevindt zich hier eigenlijk de automaat, althans ik noem het automaat, maar het is officieel natuurlijk geen automaat. Hij rijdt dus natuurlijk altijd maar in één versnelling en dat is natuurlijk het fantastische van deze elektrische auto, dat het natuurlijk een heel erg hoog koppel heeft die je eigenlijk gelijk al voelt. Ik zou je echt aanraden om iedere keer te rijden in een elektrische auto, zodat je echt weet hoe het rijdt en hoe een enorme kick dit geeft. Hoe dit werkt, je start hem dus altijd in de P, dus eigenlijk de parkeerstand. Wanneer ik naar de D wil gaan, druk ik het knopje hier aan de zijkant, druk ik dan in. En zo druk ik hem naar beneden toe en dan staat hij eigenlijk in de D. Ik kan hem ook nog in de L zetten, dat is één lager. Dan zal hij uiteraard ook nog meer gaan afremmen op de elektromotor. Nou, wil ik hem in de neutraal hebben, kan ik dus helemaal omhoog. Als ik hem helemaal doordruk, zet ik hem dus in de neutraal. En als ik hem naar achteruit wil hebben, dan gaat hij even naar linksboven. En dan zo staat hij in de R. Je kan ook altijd in een display... Dus bij het stuurwiel kun je altijd rechtsonder zien waar hij in staat. En als ik hem weer wil parkeren of afsluiten, dan druk ik hier de P in. En zo staat hij weer vast, zodat hij inderdaad niet wegrolt. De handrem is elektronisch. Die kan ik hiermee aanzetten. En als ik wil wegrijden, gaat hij er weer vanaf. Nou, de spiegel van de binnenspiegel van de Opel Ampere E, die is ook automatisch dimmend. Dus je hoeft hem niet uiteraard weg te klikken. Als iemand achterrijdt, dan zie je dat dit ook donker wordt. Dan bevinden zich hier nog de knopjes om de leeslampjes te activeren. En dit zijn de knopjes voor OnStar. Nou, hier zien we de achterruimte. Ik zit momenteel in de business uitvoering. Ik ga later dus ook nog de business executive uitvoering laat ik die ook zien. Je zit dus achter echt heel mooi ruim ook. Iets hoger. Dat komt ook omdat de accu dus hieronder zit. Hier heeft natuurlijk nog twee oplaadpunten voor USB aansluitingen. En je kan uiteraard de achterbank ook nog neerklappen. Nou, en hier zien we de riante kofferruimte van deze Opel Ampere E. En hier heeft hij ook nog het oplaadsysteem. Er worden twee stekkers bijgeleverd. Eén dus via de thuisoplader, eigenlijk via het normale stopcontact thuis. Dat zal ook het langste duren om de auto op te laden. Maar uiteraard, het kan wel. Zorg daarbij altijd wel dat je hem op een aparte groep aansluit. En er wordt ook nog de andere stekker bijgeleverd die eventueel in de laadpaal gestoken kan worden. Of thuis bijvoorbeeld via de wallbox. Daarmee zal die uiteraard ook dan sneller worden opgeladen. Hij kan maximaal dus via één fase dus 7,4 kWh laden. En op zijn snelst zou hij dus iets meer dan 9 uur dan vol hebben. Maar dat is even afhankelijk van welk stroompunt je daarvoor gebruikt. Nou, hier zitten we nu in de luxere business executive uitvoering. Nou, in heel veel punten komt hij eigenlijk uiteraard ook overeen. De verschillen tussen deze uitvoering die zijn als volgt. De business executive die heeft lederen bekleding.
dat zijn dus deze stoelen die daar dus standaard in zitten. Daarnaast is die ook voorzien van een Bose geluidssysteem. Hij heeft dus ook een achteruitcamera die ik dus heel makkelijk in, als ik hem achteruit kan zetten, dan zie ik hier dus de camera. Ik kan ook nog de aanduiding kan ik ook nog aan of uitzetten. Maar hier zie je dus een prachtig mooi beeld ook wat er achter de auto zich bevindt. Nou, daarnaast heeft de luxere Ampera E Business Executive ook nog een mogelijkheid tot automatisch inparkeren. En hij is ook voorzien van stoelverwarming aan de achterkant. En die knop die zit bij elke achterdeur. Dus hiermee kun je de ramen dus bedienen. Maar hier zit dus een knop om de stoelverwarming achter ook aan te zetten. Laatste verschil zijn dus de velgen. Beide zijn dus 17 inch. Maar de Business Executive die heeft deze tweekleurige velg. Nou, als we dan een kijkje onder de kap nemen, dan zien we hier dus de elektromotor zitten. Die dus de wielen ook aandrijft. Nou, de auto heeft dus 204 pk en mooi hoogkoppel. Dus dat zie je dus dat hij echt fantastisch mooi en mooi rijdt. Nou, en ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg hebben gegeven over het interieur van de Opel Ampera E. Nou, graag wil ik u uitnodigen om ons een keer te komen bezoeken, zodat jullie in deze auto kunnen rijden en het zelf kunnen ervaren. Want het rijdt echt fantastisch. Zijn er naar aanleiding van deze video nog vragen, dan zou ik zeggen, je kunt ze hieronderin uiteraard typen. Of je kunt ze ook mailen naar hendrik@liewesroden.nl. Nou, vergeet niet om abonnee te worden op ons YouTube kanaal, zodat je wekelijks als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nogmaals super bedankt voor het kijken en volgende week is er weer een nieuwe video. Tot dan!